Goedenavond allemaal. Als we nu eens een vlugkaartje willen maken voor iemand, dan gebruiken we zo'n uitgeschanste ovaaltjes. En dan doen we dat met edelsteentjes. En ik was al een beetje op voorhand begonnen. Even mijn bril opzetten, ja. En er zitten er grote in, maar meer kleintjes als grote. Maar die heb ik al allemaal vastgeplakt. Dat is dus speciaal voor zo edelsteentjes. Dat ze zeggen. Maar zo'n lijn vind je ook in de action. Ja, dat... Ja, ik heb dat erbij. Ja, daar, die plakt niet. Ja. Maar speciaal voor edelsteentjes hebben ze ook. Maar die hebben ze niet altijd in huis. Maar ze hebben die al gehad. Een pincetje. Ja, bij Action gaat dat ik wel snel. Ja, dat ja. Die producten dan niet meer voorradig zijn. Je moet daar geluk mee hebben. En als ze nu te klein zijn om van achter, dan doet u gewoon een klein drupje zo op uw papier en u pakt het met uw pincet, ziet u, en dan krijgt u dus een mooie cirkel en u hebt een heel vlug kaartje, wat ik natuurlijk nu nog niet heb, hè. We zijn maar juist bezig. En dan gaan we. Zeg het is gemakkelijker om zo een klein. En daarom vind ik die tuupjes zo goed, omdat het zo'n fijn mondje heeft. Heel fijn tuupje. Ja. En met de Action heb ik dat nu eigenlijk nog niet gezien. Ja, dat is gewoon voor edelsteentjes ook. Met zo'n fijn tuupje? Ja, maar soms kun je er niet aan laten zitten, ze hebben de kinderen. Het kinderspeelgoed. Ja, ja. En denk er aan, allee, hobbylijn bij kinderspeelgoed. Dat is een hele mooie. Dat is nogal gebeurd, hè, met sommige dingen. En dan zijn er van die piepkleine bij, maar dat is gewoon afval van te snijden, hoor. Daar kun je niks mee doen, maar nee. Er zitten heel bijna allemaal in die je kunt gebruiken. Ja, dat is een hele mooie. En het is hele goede lijn, dat moet ik wel zeggen. Ja, hij neemt recht, hè. Dan gaan we nog een mooi bladje erbij doen. En dat komt in een plasticje verpakking, maar ik heb nu nog dat potje en er zit nog een heel stuk en nog een heel deel in de verpakking. Dus u dat kan je heel lang mee toe. U kunt zien hoeveel u, ja. En zelfs bij de lettering, waar we nu ook mee bezig zijn, kun je dat af en toe daar eens in gebruiken. Ik zal je dus subiet nog een kleine tip overgeven. Zo, zijn bijna. En dat is gewoon dus bedoeld als een snel kaartje maken.
voordat u niet veel tijd hebt. Dan gaan we nog eens zien wat we hier nog kunnen vinden. Van een kleine gisten of zo. Precies, er zitten dus ja, fantastische dingen bij. Mooie edelsteentjes bij. Want ik heb wel Call van den Action, maar dat is met zo'n een puntje voor uit te wrijven. Ja, dat kun je er nu ook wel voor gebruiken, denk ik. Ja. Dus ja, we zijn rond. Dan gaan we eerst de overtollige steentjes terug in de pot proberen te krijgen. Ja, ja, dat lukt wel. Zo. En dat is ja, een kladpapiertje. Dan sluiten we dat goed, want het zou zonde zijn. Antwoord. Als dat tegen de grond zou vallen, hè. Dus, en dan ga ik er nu op schrijven. Try it. Dus proberen of dat mijn pen werkt, ja. En dan hebben we de R die we erop moeten krijgen. De Y van de I. Ja. Wilt u wat fijner werken? Dat heb ik u in het vorige filmpje gezegd. Dat gaat dus ook. Ziet u? Dan laten we dat nu. Nog een U, hè? Of een uitroepsteken. Oh, een uitroepsteken, inderdaad. Goed. Een puntje van onder. Van op. Ja. Zo. Dan gaan we dat eventjes laten drogen en dan gaan we ondertussen onze 3D blokjes plakken op die hologeen papier waar we het gaan opplakken. Dus ja, dat is gewoon zo de buitencirkel wat opvullen. En dan ja, het bovenste papiertje. Eens even kijken of ik niet te ver zit. Nee, dat zijn juist. Zo. Soms komt dat er. En dat wil zeggen dat het ene goeie zijn als het bovenste blaadje niet onmiddellijk. Allee, ja. De ene gaat al wat rapper als de andere. Een mooi holograaf papier.
Nu zullen we nog eens even kijken. Ja. En dat is dus een kaartje dat je wel op een kwartiertje. Echt zo 20 minuutjes. Ja. Als je daar alles nog met beren zoeken. Nou ja, het is ja. Nog een paar. En dan is deze al plakje. Soms moeten we er helemaal mee afkomen. En het is dus ook zo, eenmaal dat u ze dus het kaartje erop plakt. Dan krijg je het er niet meer af. Nee, dan krijg je het er niet meer af, nee. En ik zou misschien een tip geven dat u in het vervolg langs de achterzijde en dan bent u helemaal zeker dat het erop past. Rond op de kaarten en dan ineens. Ja, ja, plakken. Zo en dan ineens erop plakken. Ja, ja, ja. Ja. Dat zou nu ook wel lukken. Moet het lukken toch? Ja. Kan lossen. Dan lukt het prima. Zo. En dan heb je dus een snel kaartje. En dan heb ik ook nog een mooie blanco envelop. Die je dan in kunt steken. Ja, en waar je dan eventueel nog iets kunt. Een naam of een boodschap. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar dat ga ik nu niet op opnemen, want anders wordt de snelle kaart nog een hele lange. Ziet u, wat u nodig hebt is gewoon zo'n ovale. En ik heb zo'n heel deel ovale uitgeschanste kaartjes, dan dat holografisch papier, dat allemaal bij de Action te verkrijgen is, in alle kleuren, blauw, groen, noem maar op. In alle kleuren hebben ze dat. Dus ja, ik heb het geprobeerd en het is mooi gelukt. En dat past prima in het envelopje. Ziet u? En dan kunt u als het. Allez, u schrijft eerst uw naam of wat u er wilt opschrijven voor wie het bedoeld is. En dan kunt u het in de envelop steken. En dan ook iets van lettering had je een tip voor de lettering. Van lettering had ik een tip. Ja. Maar wat was het weer? Ja, ja, ik wou zeggen, ja. Dat ben ik even kwijt. We gaan al eerst de kolk toe doen. Want u zult zien dat er zo een beetje van dat, als je dat gebruikt hebt, maar u trekt dat er gewoon terug af en dan is dat puntje terug
terugvrijen. Ging het niet over een boek of zo? Waar je dat je iets kunt doen? In een boek. Ja, bijvoorbeeld. U kunt in het boek, hè, het mooie boek dat ik u er straks heb voorgesteld. We zullen het even terug een plaats voor maken. Kunt u bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld in die kadertjes kun je dan eerst wat doodelen. Dan er tekst bij doen. En dan kunt u daar dus ook van die edelsteentjes in verwerken. En eventueel wat tekst bij doen. En dan wat tekst bij doen, ja, dat wou ik zeggen. He? Dus ja, ik hoop dat ik u eventjes nog geïnspireerd heb. Een goede avond nog allemaal. Dag.